weer een nieuwe aflevering van Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. En omdat we meer dan 40 jaar bestaan, zijn we voor jullie de archieven ingedoken en hebben de leukste fragmenten achter elkaar gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze twee schapen in een auto? Het is echt waar. Kijk maar. Bijna een jaar getrouwd en nu in de bak in Almere. De Red Devils. Hij ziet er super uit. Zet hem op. Hij is zeker mooier dan jou. Hij is heel mooi. Maar altijd vragen we ons af, doet hij het op de baan? Nicky stuurt hem keurig door die bocht heen, maar gaat ook de terugweg sturen. Niet zwaaien, hou vast dat stuur. Hij gaat ook die terugweg sturen, heb ik het gevoel. En daar zit Maurice gewoon af te wachten van, ja, haal ik mijn verjaardag van het huwelijk nog wel morgen? Nou, in ieder geval niet droog. Het is een hele aparte thuiskomer. Zonder meer. Ja, wel lachen natuurlijk. Zo veelbelovend. En toen? Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel van gezien, dus ik zie het eigenlijk nu voor dit. Nee, het ging de goede kant uit en volgens mij hadden we ook goed snelheid. Alleen ja, hier gaat het dus fout. Ik hoop dat er voor jullie een Malibu'tje in zit. Succes! Dat is een lange weg, Daniela. Nou, eerst eens kijken wat Erik ervan bakt. Hij doet de heenweg. En dat gaat goed. Dan komen we boven naar die heuvel en nou is het aan jou, Charlotte. Hou hem recht, Charlotte. Ho, Charlotte, wat is dit allemaal, zeg? Het is bijna spinnig, maar en ze laat het stuur los. Knap, heel knap gedaan. En een mooie tijd, 14.88, maar zag je dat? Ze laat het stuur los in haar enthousiasme. Moet je niet te vaak doen, hè, Charlotte? Even die herhaling. Want Erik die had het toch redelijk met zijn nervositeit toch goed in de handen. En hier gaat hij dus scheef. Zie je hoe moeilijk dat is om die zaak recht te houden. En terwijl nog een heel stuk af te leggen is, denkt ze, ach, hij doet het wel. Hij zal wel rechtuit gaan. Knap gedaan, Charlotte. We gaan naar Blub, de boerenlummels uit de polder. Ja, dat ga ik heen. Wie kent? De groep uit Biddinghuizen heeft iets gemaakt. Dit is toch prachtig om naar te kijken hoe het werkt. Geen idee hoe het klinkt. Fantastisch voor het geluidenarchief. En zo te zien steekt hier een zijwindje op in Almere. En is het moeilijk om op de baan te houden, dit hele spel. Ja, wat zal het zijn? Een soort drinkschuur 1632. Dat is wel een goede tijd. Dat weten we in ieder geval wel. Maar wat was het nou eigenlijk? Van alles door elkaar. Heel lang over nagedacht. Hoe sturen ze? Daar probeer je af en toe naar te kijken, want daar deden ze heel geheimzinnig over. Je ziet, ik heb het gevoel dat ze het ook zo met overhellen doen. Ja, hoe? Geen idee. Maar ze zijn er gekomen aan de finish. Prachtig om naar te kijken. Nou, dat zijn echt geen lummels. We gaan naar de baan. We gaan kijken naar het E-team. Yannick en Pascal uit het Belgische... Laat maar eens wat zien. De E-team. Uit het Belgische Aalst. Mooie, strakke wagen die bibberig stuurt. Zie je dat? Yannick stuurt de heenweg. En nou, de weerweg is voor Pascal. Oh, dat kan wel eens een goede tijd worden. Let op de tijd. 13.99 van de snelle meiden is de snelste tijd tot nu toe. Oh, dat halen ze niet. Maar wat een duik. Die Pascal, zeg. Die was met een extra wedstrijd bezig. Prachtige duik. Let op, dat gaan we straks nog even zien in de herhaling. Waar haalt hij het vandaan, zeg? Menig. Ja, dat is in de vertraging. Je weet niet wat ze tegen elkaar zeggen, maar het zal zijn van, ja, jij moet nou sturen, hè. Wat een duiken. Prachtig. Goeie tijd. Gewoon lekker goed gegaan. Het gaat goed. De groep van Dimitri de Vogeleer is er klaar voor. Nee, laat staan, joh, dat ding. Succes! Ik noteer laag zwaartepunt voor de baanvastigheid. Zo zoals het in de tekening. Maar wat is dit? Een heel klein badkuipje. Voor klein behuisden, maar met z'n drieën in die badkuip. Ja, dan moet je toch ook wel heel erg bij elkaar horen. Wat een grote wielen. Het gaat niet makkelijk. Ja, wij lachen er weer om, maar ze komen wel aan, hè. 16.22. Ja, gewoon een hele goede tijd. En toch altijd dat mooie moment dat je achterover gaat en toch weer verrast bent. Nou, even in de herhaling kijken. Het zit benauwd. Op de rand van het bad zitten, dat zit ook helemaal niet comfortabel. Het gaat van links naar rechts. Dan moet je omdraaien en sturen. Ja, heen en weer is geen makkelijk spelletje. Maar het lijkt net of het vanzelf gaat. Het lijkt net vanzelf. Ik vind het toch wel heel goed gedaan. Zo'n benauwd kuipje. Bepaald geen laag zwaartepunt wat ze van plan waren. Maar goed, maakt niet uit. Ik weet het niet wat ik hiervan moet denken. De buurtvereniging De Veluwe uit Tiel. Succes, mannen! Barry en Roy, hun ouders hebben ooit meegedaan vroeger. En nou gaan zij het eens proberen bij Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. Nou, daar zit wel tempo in, zeg. Flats! Tegen die heuvel aan. En nou met volle bak tempo. Door. Hij moet rollen. Om een mooie tijd te maken. 14.01. Geloof je het? Het gaat hier nu om honderdste van seconden verschil. Ik weet het niet. Ik hoop dat hij harder gaat dan 30 km per uur. Succes! Ik denk dat wel, Danielle. Maar die stuurinrichting, wat is dat? Dat is een pijpje waar hij aan trekt. Oh, dit is heen en weer in één beweging. Het is ambiance, hè?
niet te geloven. En ze lachen er ook om. Het is heel apart. Het zijn weer Belgen. Kijk toch eens even. Hij trekt daar aan dat pijpje. Dat is alles. Dat is het stuur. Hoe bedenk je het? Zo mooi. We gaan er nog een keer naar kijken. Kijk, hij heeft die hand aan. Zo. Ja, normaal is dat een handrem, zou je denken. Hij gaat gewoon terug. Geweldig. Ja, die is voor het archief, hoor. Hans de tuinder uit Pijnakker met zijn dochter Laura. Succes, vader en dochter. Kijken of dit wel goed gelast is en het hout op de baan. Kijk, Laura knijpt hem even, maar vader Hans gaat heel goed door die bocht heen. Ja, Laura, nu jij. Gewoon dat stuur vasthouden. Ja, dat is stabiel. De wielen zijn goed, hij stuurt goed en hij rolt goed over de baan. 14.28. Hele mooie tijd. Zonder meer voor vader Hans en dochter Laura. Ja, die zijn blij en terecht. Heb het gehouden. Fantastisch, maar super snel. Kijk even mee. Nou, hij reageert weer. De banden waren goed hard opgepompt. Ik kwam erg hard tegen die kussens aan. Toen nam Laura het stuur over. Dus. We gaan kijken naar de drie officiers. Komen uit Zevenaar. Zet hem op, de drie officiers. Ziet er prachtig uit met die grote pauwveren. En ik zie maar één stuurman. En de rest is gewoon, ja, die zijn een dagje uit. Die mogen mee. Nee, doe nou niet zo overdreven. Rustig achteruit. Hij stuurt. Hij doet het heel knap. Hij doet het heel knap in zijn eentje. Langs al die andere mensen kijken. En een mooie tijd. 15.79. Ja, dat is niet zo makkelijk. Want je moet het in je eentje doen. En de rest is, ja, net als bij dat bobslee, zie je dat wel eens. Ja, voor het gewicht. Ik weet ook niet waarom. Ja, die wilde gewoon mee. Die zei, ja, kom jongens. Wij willen ook gewoon dat meemaken. Want dat is knap, hoor. Kijk eens hoe mooi recht die gaat bij dat achteruitrijden. Ja. Ah, goede tijd, goed gedaan. Die mogen weer terug naar Zevenaar. Kijk. De Japanse kraanvogel. Mooi, hè? Trouwens, lol aan het katrol, zit ik nu te bedenken. Ken je dat? Lol aan het katrol. Dan zit je met je voertuig aan een soort katrol. En dan moet je je voertuig zo snel mogelijk loskoppelen. Je valt in het water en dan naar de finish toe. Ja. Maar dat je zo'n onderdeel niet kunt oefenen, dat bewijst wel deze vlinder. Rups, vlinder, wat het ook is. Lely, upskay, opgelet. Klaar. Eens kijken of deze mooie vlinder naar de andere kant komt. Nee, dat lukt dus niet. Dat kunnen we meteen wel zien. Maar wat gebeurt er nou? Nou, ze stort onmiddellijk naar beneden en ze schrikt er ook een beetje van. Maar ja, het is typisch een caféhoudster die onmiddellijk naar de bel grijpt als iemand een rondje wil geven. En nu onmiddellijk aan de touw trekt om zich verlost te krijgen van de katrol waar ze aan hangt. Want het werkt helemaal niet. Ik denk dat er onmiddellijk paniek ontstond bij het gaan vliegen. En dat ze dacht van als ik nu trek, dan val ik in ieder geval snel te water. Maar er was wat angst. Kijk maar naar die gezichten. Jongens met de Jacques G opgelet. Klaar, Bart ook. Het zijn studententechniek die ervoor gaan. En studententechniek die even tegen de schans aanstorten. Nu voor een goede tijd gaan. En kijk eens, 85-honderdste. Jongen, het is jammer dat ze in het begin even stagneren met hun vaart. Want dit gaat mooi, zeg. Eigenlijk is dat het mooiste dat ik tot nu toe heb gezien. En het werkt net niet door oponthoud. In de beginfase. Maar dit is snel. Snelle bluffer die het gaat waarmaken. Opgelet. 100 manuren heeft hij eraan besteed. En hij ketst even met zijn achterkant op de kant. Daardoor verliest hij wat tijd. Hij schiet nu goed los. 6/100ste. Het scheelt maar 0,2 van een seconde. Jammer. Misschien was dat net dat eerste stukje waar het fout ging. Kijk, even dat aantikken. Ja, dan verlies je denk ik inderdaad die 0,2 seconden die hij nodig had gehad. 2100 seconden om aan de leiding te gaan. Boris, wat een klap. Maar wat ging het mooi en gestroomlijnd. Jammer. Roze trekvogel met inhoud. Zijn jullie het zover? Bart ook, opgelet. De waddenvereniging is dus uitermate creatief bezig geweest. Want iedere keer hebben ze meegedaan. Iedere keer hebben ze wat moois gemaakt. En dit lijkt nog te werken ook. Nee, ze ploffen te veel op het water. Dat hebben we al een paar keer eerder gezien. Dan red je het niet en dan ga je met z'n allen achteruit. Secretaresse heeft het allemaal bedacht. Dit vliegende tapijt zou het ei van Columbus moeten zijn. We kijken naar de snelste tijd van 85-honderdste. En ze schieten. Ja, ze stijgen er overheen in de tijd van 5.73-honderdste. Nou, die secretaresse, die kan je hebben, hoor. Kijk maar eens eventjes. Hoppakee. Die heeft het goed uitgedacht. En ze springen over de finish. De snelste tijd met het vliegende tapijt. Knap, hoor, Imke en Richard. Heel goed gedaan. Goedemiddag, jullie gaan. Bent u er klaar voor? Bart ook, opgelet. Het lijkt ook weer een hele snelle constructie die misschien een goede aanval doet richting die goede tijd. 5.73-honderdste. En kijk eens, 5.76-honderdste. Net niet de snelste. Onvoorstelbaar spannend is het nu. Want de verschillen zijn zeer, zeer klein. 300ste van een verschil tussen nummer 1 en 2 op dit moment.
ei, ei, ei. Zijn de heren van Turfpop, Juwe gaan er klaar voor. Opgeleid, pak! Popfestival Turfpop. De promotie daarvan en ook voor een centrum De Sloten, daarom doen ze mee. En ze gaan in ieder geval de finish halen. 7.64. Ze is Wieger en Wilfried. En ze hebben het gemaakt met Harry Veenstra, de beheerder van Sociaal Cultureel Centrum De Sloten. Dat het uiteindelijk niet zo functioneert als ze zelf hadden gedacht, dat is niet zo erg. Maar ja, ze mogen best trots zijn. Echte Willem Bies, zijn jullie er klaar voor? Bart ook, cameraman ook eindelijk, opgelet! Dan gaan ze, ook zij hebben een ronde voorkant. Dat is dus een noodzaak om goed op het water te komen. En de achterkant komt ook goed. 5.75, 200ste van een verschil. Het lijken de Olympische Spelen wel. Het gaat om fracties van seconden. Kijk, hier trekken ze, dan denk je dat ze niet goed op het water komen. Maar doordat de achterkant opstuurt, komen ze weer los van het water. De voorkant komt wat omhoog en ze zetten een goede tijd neer. Net niet de snelste tijd. Misschien dat de snelste tijd nu wordt neergezet door deze deelnemers uit E, Friesland. Dat is duidelijk te zien. Jan Ikema kijkt naar zijn provinciegenoten. En die gaan heel goed, 5.89. En daar waar je in het begin dacht van waar komt het uiteindelijk terecht wat tijden betreft, schijnt het nu geen moeilijkheden meer op te leveren voor de deelnemers. Stoer jongens met het blauwe helmpje, zijn jullie er klaar voor? Bart ook weer, opgelet! Sommige deelnemers doen er 200 manuren over om iets te bouwen. Zij hebben het in 2 dagen tijd gedaan, Jeroen en Bob. En daarom werkt het ook niet, denk ik. 5.73, het blijft gewoon staan. Het gaat meteen fout, want na het ontkoppelen vliegt het bakje de verkeerde kant op. Dat is natuurlijk heel vervelend. Er zijn ook geen wegwijzers daar op het water. Vicky de Viking, IJsselkingen, Vikingen. Zijn jullie er klaar voor? Opgelegd! Ja, ik moet ze nu, je moet ook eens op Jan Ikema letten hoor, want hij heeft de meest mooie teksten. Colin en Vincent gaan voor hun tocht, maar in die tijd duurde het allemaal een tijdje. Wist je trouwens dat apen hun handen gebruikten om lastige klusjes te klaren? Zo maken ze van stenen en van houtjes maken ze gereedschap om nootjes te kraken of insecten te vangen en zo. Ja, en ze doen ook graag ons na, hè? En wij doen dan weer apen na. Ja, kijk maar. Jos, Lucas en Jasmin uit Utrecht. Ze hebben er in ieder geval wel over nagedacht. Ze zijn er ook goed mee bezig geweest en het schiet er goed uit. 5.58. Ja, je moet bellen, je moet niet gaan hangen. Ja, het is hartstikke leuk, maar als je niet belt, gaat de tijd absoluut niet stilgezet worden. En ja, dat is heel dom hoor. Zou het de beste tijd geweest zijn? We zullen het nooit weten, want ze bellen niet, ze gaan hangen. De tijd loopt nog steeds. Ja. Ze hebben er lang aan gebouwd, ze hebben er goed over nagedacht. En ze nemen ook wel wat risico, want ze gaan evenals Dick Trom achterstevoren. In dit geval naar beneden. We zijn altijd benieuwd bij de eerste deelnemers of het allemaal lukt. En hoe het glijdt. Het glijdt goed, het blijft mooi op de baan. De Groene Zeep doet zijn werk. En kijkers, ze gaan het redden naar de bel. Wat kunnen ze trots en tevreden zijn. De eerste tijd staat er en de waardering van de jury. Ze noemen zich de Wijzen uit het Oosten, ze zijn afkomstig uit Rijssen. En laten we kijken of ze inderdaad een snelle tijd neerzetten. De eerste tijd op de klokken, 5.75. Gaat er wel of niet aan, gaat er aan. 5.58. Oefening baart kunst, dat is heel duidelijk. We hebben hun voorbereiding gezien, het testen heeft gewerkt. Ze kunnen heel erg tevreden achterover gaan leunen. En kijken of anderen deze tijd kunnen verbeteren. We kijken naar de rommelbak van Erik Bos en Dick Wonink, alias de Malle Pietjes uit Gaanderen. Ze noemen het een onbeschrijfelijke verzameling van datgene wat al lang bij het vuilnis had moeten liggen. Hun voertuig, maar het werkt! Ja, hey! Mooie tijd, 5.70. Carnavalsvereniging Nest uit Handel wordt hier vertegenwoordigd door de knutselsmurf en de grote smurf. De start is niet echt lekker, maar ze komen goed naar beneden, want de breedte van het voertuig is goed. Ja. Wil je net complimenten gaan maken, gaat het helemaal fout. De duikers hebben in ieder geval de handen letterlijk en figuurlijk vol aan dit voertuig dat er mooi uitziet. Maar ja, de knutselsmurf en de grote smurf gaan te water. En hoe? Het klapt dubbel. Hij zit er klaar voor. Harald Lensen van de carnavalsvereniging Gangmakers uit Lens heeft in. Het gaat in eerste instantie behoorlijk scheef, maar hij corrigeert zich wat en blijft dan op het water om direct nog te gaan bellen ook. Nee, dit wordt peddelen. Ja. Het is een stukje om. De snelste tijd zit er niet meer in. En nu maar kijken om bij die bel te komen. Gaat het nog lukken voor zonsondergang? Ja, het zit erop. Buurtcomité Tuinstad Oost uit Vlissingen. Op uw plaatsen.
voertuig is vernoemd naar Michiel de Ruiter en heet dus Michieltje. Het zou snel kunnen zijn, het is het niet, want ik hoopte dat er wat uitknalde. En als je misspringt gaat het helemaal fout. En in tweede instantie gaat ook hij hangen. Niets geleerd van de vorige. Probeert er nog te bellen. Ja, 1189-honderdste. Lekker gebeld, jongen. William Wilbert, Wout en Bas met hun duikboot. Lijkt meer op een bierflesje trouwens. Ze komen van de scoutingvereniging uit Ermelo. Snelste tijd nog steeds 5,58. Je ziet het op de klok staan. En het gaat in één grote vaart naar beneden. 7,73. Solide. Niet meer dan dat. Altijd riskant wat er gebeurt met een veer. Omdat je dat niet geheel in de hand hebt. Het kan ontzettend goed gaan. Het kan ook fout gaan. Bert heeft zo zijn bedenkingen. Laat maar eens kijken. Het wordt in ieder geval allemaal op scherp gezet. Ja. Jongens, wie trekt er aan de bel? Ja, dat is prima dit. Ik denk dat we nou even gaan springen. Hij wordt weer omhoog gehaald. Ze spannen de veerder de halve nog een keer. We proberen het opnieuw. Het kost overigens enige tijd om het vaartuig weer start klaar te krijgen. Oh ja, ja, ja. En nu maar eens kijken wat er gaat gebeuren. Weer spannen. Het is letterlijk spannend. Het kost even tijd. Ja, ja, het is erg leuk dit. Erg goed. Geef ze een applaus. Een heel speciaal mechaniek. Geweldig, jongens. En toch zou het moeten werken. Volgend jaar. Carnavalsvereniging de Oude Paters uit Ter Heide met Karel, Wessel, Martijn en Edward. Heel zwaar is dit. Ze schuiven er verkeerd af en kunnen dan ook niet meer corrigeren. Deze stoere man heet Jille Veening en komt uit Boerakker. Eenvoudig ontwerp. Sandwichpanelen. En het gaat heel goed, want de tijd is 5,94. Het scheelt heel weinig. Het scheelt heel weinig. Daar gaat hij even tegen de kant aan. Verliest die kostbare seconde. En die komt hij aan het einde te kort. De uil wordt ook wel eens gezien als symbool van de wijsheid. Ja. De kleinste uil heet de dwerguil. En de grootste heet de oehoe. Dat is de oehoe. De grootste uil, als hij zijn vleugels uitspreidt, dan heeft hij een spanwijdte van 1,70 meter. Ja. Uilen kunnen fantastisch vliegen. Dat kun je niet zeggen van de volgende kandidaten. Ze denken het wel, maar ze kunnen het niet. Oh, ogenblik. De telefoon gaat bij mij over op ja. Hallo, met Vreugdeval. Op de bitterballen door. Hallo, aan het restaurant. Nou, we gaan kijken. Neushoek is iets ooit. Niks aan die neus. Je zag nu wat dan in die haken. Nou, niet meer zien natuurlijk, maar dat is niet meer. Ja, mensen. Dan gaan ze mij je bellen of de bitterballen voor de regiewagen of die doorkennen. Hallo, het restaurant. Is dit al een eerder beproefd model? Nee, dit is helemaal voor het eerst. Première? Première. Ook voor jezelf? Ook voor mezelf, ja. Waar komt het vandaan? Lange Raad. Uit Lange Raad. Daar gaat hij voor de eerste keer. Daar gaat hij en voor de laatste keer waarschijnlijk. Ja, zoals u dus al zei, dus, dat is de mooi! Sorry, die klapte meteen in elkaar. Schitterend. Schitterend, ze vinden het leukst. Hè. Ze boven al meteen knakken. Hè. Kijk naar boven. Knok, zegt die mooie. Het heeft geen nut meer natuurlijk. Kom niet ver, kom niet ver. Nou, dat is ook wel een bekende. Je hebt ook meegedaan met toppendansen. Ja. De goede resultaten, meteen om. Doe dat ding eens omhoog. Ja. Ja. Maar nu blijven we 45 Hallo. Minuten in de lucht. He. Dat ding omhoog. Ja, hij zit er echt onder, hoor. U ziet het wel, hè? Ik heb voorraad, bij me voor onderweg, dus. Oké, succes. Oké, succes. Dat horen we nog wel 1000 keer. Die springt erin en dat was hem. Mooi getapt, mooie klap, hè, dat water. Schitterend is dat, hè. Vind ik altijd mooi als dat doen, hè. Er komt de volger en die springt er meteen in. Zonder interview, dat vind ik persoonlijk de beste. Ja. Hallo, met Vreugdeval. Nee. Bij de cross hebben we alleen een nummer waar je je op kan geven als lid. Ja. Nee, dat moet u schriftelijk doen. Ja. Mooi ding, kijk eens, heel mooi gemaakt. Oh, sorry dat. Soort eend of zo, mooi hè. Mooi gemaakt, hè. Doet het niet, maar het is mooi gemaakt hè. Ja, ik zou maar zeggen, hetzelfde als een televisie zonder inhoud, weet je. Het kan een mooi kassie wezen, maar je ziet er niks op. Maar die heb je veel, die doen mooi gedaan, hè. Kom maar mooi terecht ook, hè. Zo, Zwaardijk, die zit even met zijn neusvleugels plat. Die zit de adem in te houden. Mensen, hou er even vol. Even wachten, het is zo ver. Even de... En uitademen, hoor. Nou, kan je, hè. Je hoeft niet zo lang vol te houden, maar toch even natuurlijk, hè. Toch even, hè.
Die zit eronder ergens. Ah, dat is wel leuk, dat is geïnspireerde Blindberg. Dat vindt u ook wel leuk, meneer Tussendeur. Want u bent uiteindelijk een kennis van een af de kleinzoon van een vriend van Charles Bowie. Blindberg. Maar het van draait leuk, het van draait leuk. Ja, dat lijkt mij ook wel. Hè? Kijk, daar gaat ik even hoort kraken. Hoort kraken? Nee, je hoort nou niet kraken. Dat kraken zit er niet bij, hè. Dat is het vliegtuig, hoor. Dat is niet hij die eronder hangt. Die kraakt niet, hè. Dat vliegtuig, dat kraakt natuurlijk, hè. Mooi, hoor. Komt mooi plat neer, ook, hè. Wat, hoor. Hoor, leuk. Hij gaat rijmen. Mensen op. Ja, dat was hem al. Mensen opgelet. Hier komt Peter aan. Wat is dat leuk. Rijmen. Wat verhoudelijk volgende is. Jij zit op een giraf. Dat is leuk. Ik zit op een stier. Ja, niet op een echte, want als je op een echte stier gaat zitten, dat is levensgevaarlijk. Zo gingen de volgende kandidaten bij het Land der Zevende Lucht zitten op een krokodil. Ja, ook geen echte natuurlijk, maar het blijft gevaarlijk. Tuurlijk. Kijk maar. Deelnemers klaar! En de eerste deelnemers. Mohamed Slimani uit Utrecht met een maatje in deze krokodil. Er zou nog een derde meedoen, maar die blesseerde zich onmiddellijk bij het skiën en blesseerde zijn knie. Het zijn medewerkers van de ASU, het ziekenhuis uit Utrecht, maar het loopt allemaal goed af, dus ze hebben geen hulp nodig van collega's. Maar kijk eens, die eerste bocht, daar loopt het allemaal een beetje naar buiten, dat zullen we nog vaker zien. En daar gaan ze onderuit, het loopt goed af, maar een tijd staat er nog niet op de klok. Je moet er maar opkomen, een ovenschotel met zuurkool en worst. Heel even klaar! Het is natuurlijk heel lekker in dat weer. Dick Akkerman zit daar voorin en kijkt naar die baan. Die baan die in het begin wat stoef loopt, maar dan komt er enorm veel snelheid. Die eerste bocht doorkomen, dat is belangrijk. En we zien de tijd bij het doorkomen van die eerste bocht. We zitten in de 13, 14 seconden. Oh jee, ja, die bocht is er ook. Dat is jammer dus. Zo langzamerhand zien we dus de hindernissen op deze baan. Wat is dit nou weer? Tjonge, jonge, jonge. Mensen hebben weer verschrikkelijk veel gedaan en hard aangewerkt. Zwemvliezen, Jan Knets uit Valkenburg. Ze zeiden dat de reis goed en snel verliep en hoopten dat het ook voor deze tocht zou zijn. Het staat op 4 skis, mooi gemaakt. 2 in het midden, 2 aan de zijkant. Het is heel stabiel. Het is een soort bobslee-model, maar dan uit 1304. Maar heel belangrijk, ze komen door de finish en we hebben de eerste tijd op de klokken. 17 seconden en 28 honderdste. Tot daar en niet verder. Als je weet dat de eerste tijd op de klokken staat, dan is het natuurlijk zaak om zo snel mogelijk naar beneden te gaan. Dit lijkt een snelle, een soort klomp bobslee. Ook weer 4 skis. Men heeft goed naar elkaar gekeken in voorgaande jaren. En dit is snel. De eerste hindernissen zijn genomen, het sprongetje is gemaakt. Dan krijgen we een soort schuimbak en de tijd. 16,61 honderdste. Het gaat nu om de snelste tijd, dat is duidelijk. Het gaat om details. Stuur je goed door de bocht, heb je goed evenwicht. Ja, en dan kom je tot een snelle tijd. Nee, snel zal het niet gaan, maar gaat het überhaupt? Hoe kom je erop? Een luchtpers met 10 atmosfeer erin. Het ziet er heel mooi uit, maar die eerste bocht... Jammer dus. Maar alles is heel. Dus ja, volgend jaar kunnen ze weer meedoen. Ze hebben al 2 keer meegedaan in Au. Kijk eens, hoe mooi? Bang! Ja, daar staan ze dan, die 3 bananen. Ze hadden zoveel problemen om de Zwitserse grens over te komen, want die mensen begrepen helemaal niet wat er aan de hand was. En de bruine doek had ook nog afgegeven op de bananen, die zijn dus een beetje overrijp. Maar lukt het allemaal een beetje? Gaat het allemaal? Nee dus, want de achterste ski rechtsachter breekt af. Jammer. De douane vroeg hoe zwaar het allemaal was. Toen zeiden ze nou, kilootje of 20, maar het was allemaal veel zwaarder. Deze ploeg die wil er iets heel moois van maken. Snelheid, 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 zeiden ze. Snelheid? Snelheid? Ja, weglopen nu. Iedereen weg. En toch nog proberen die baan op te komen. Ja, daar zijn ze weer. Moet je die shirt zien erachter. Dit is onvoorstelbaar, maar ook fijn dat het goed afloopt. Laten we eens goed gaan kijken wat er gebeurt. Iedereen zit tegen die bocht op. Nou, dan gaan ze gewoon plop overheen. Mensen rennen weg en let ook vooral direct op die camera-assistent die wegsprint. Kijk, dat vond ik eigenlijk het allerleukste filmpje. Die met die struisvogel. Die man, die verkleed was als struisvogel, die ging eraf. En ja, die had ik je zo graag willen laten zien. Maar dat gaat niet, want de tijd is alweer om. Dus ik zou zeggen, kijken we gewoon de volgende keer. Toch? Tot dan. Ja, weet jij dat nog, die struisvogel? Die man die... Oh god, nou, kop in het zand zeker.